U verwacht van ons meer dan alleen maar het zwaailicht en de politietape en daarachter een zwart gat en een verslaggever die zegt het is hier heel spannend. Want dat kunt u ook, dan kunt u zelf ook aan die kant gaan staan. Waarvoor hebben we nog journalisten nodig nu we Twitter hebben? De Universiteit van Nederland presenteert onderzoeksjournaliste doctorandus Margot Smit. Mag ik u om te beginnen meenemen naar de newsroom waar ik mij thuis voel op de Universiteit Groningen. Daar geef ik les aan de mastersopleiding journalistiek. Daar hangt aan de muur dit kleine, het is het echt zo groot, paginaatje. De Haagse Merkuur. Den 16 april 1698. De Haagse Merkuur. Het is een krantenpagina. Elk jaar als de nieuwe studenten komen, haalt onze coördinator van de opleiding hem van de muur en laat hem zien aan de studenten. En dan laat ze zien dat dit alles in zich heeft wat een hedendaagse krant heeft. Het begint met de aantekening dat de hertog van Savoyen nieuwe kanonnen heeft besteld. Die is dus iets van plan. Dat wordt beschreven en dan gaat het naadloos door in de trouwjurk van de kroonprinses van Zweden. En hoe prachtig zij gaat zijn. Het is van parelschoonheid, parelkleurige schoonheid, die jurk. En dat gecombineerd met haar ogen. Ze is een plaatje. Ze schittert als de Noorderster. En ik denk dan elk jaar, zou de scribent van dit verhaal de hedendaagse journalist nog herkennen? Ik denk voor een deel, ja, best wel. De rolverdeling was in die tijd best wel helder. Hè? Hij zag iets, want het was een hij. Hij schreef dat op. En degene die het wilde lezen, die kocht dit. Heel helder. Van hem naar de lezer. Tegenwoordig is dat anders. En dat is denk ik waar die twee elkaar niet meer helemaal zouden herkennen. Tegenwoordig is het adagium, iedereen is journalist. Het is toch logisch, u ziet iets nieuws. Als ik hier nu van het podium val, maakt u een foto, zet u hem op Twitter, nieuws. Heeft iedereen een leuke avond. Zo simpel is het toch met nieuws. Wie van u pakt nou nog wel eens als die op het station loopt of bij de supermarkt van zo'n aardige jongen met zo'n shirtje aan, met zo'n krantennaam erop, een krant aan? Pakt u hem aan? Wie van u pakt die krant aan? Ah, dat zijn toch nog heel wat handen. Dat valt me niet tegen. Er is de afgelopen zomer een programma uitgezonden. Dat heette Iedereen Journalist. En dat begon met zo'n scène met die uitdelende krantenjongens. Niemand die meer een krant aanpakt. En toen dacht ik, ja, dat is toch een beetje het beeld. Iedereen journalist. We hebben het niet meer nodig, die krant. Iedereen journalist. We hebben Twitter, we hebben Facebook. We gaan naar de rampplek, we maken een foto. Klaar, nieuws. Maar nieuws is geen journalistiek. En dat ga ik u uitleggen. Maar er is daardoor dus wel iets raars met dit college. Want ik ga u college geven in een vak dat u eigenlijk allemaal volgens communis opinio beheerst. Journalistiek. U kunt het allemaal. U kunt allemaal nieuws brengen. En het tweede rare eraan is dat ik een beetje in een gekke modus sta. Ik sta in de zendmodus. U kunt wel mij een vraag terugroepen, maar die kan ik dan herhalen. En dan kan men die op internet horen. Maar echt werken doet het niet. Interactie, hoe graag ik het ook heb, het kan helaas niet vanavond. En dat terwijl die journalistiek nou juist die zendmodus die wij zo lang, sinds 1698 hebben gehad, aan het afleren is. En afleren moet. En dat gaat met horten en stoten. Dat gaat niet makkelijk, daar zijn journalisten ook niet altijd blij mee. Maar wij weten als journalisten dat we moeten concurreren met van alles en nog wat voor uw aandacht. En er is Facebook, er is Twitter, er is YouTube, noem maar op. Wij kunnen onze tijd beter besteden misschien wel dan met de krant of met het nieuws op televisie. En dus moet die journalist tegenwoordig iets doen om uw aandacht te krijgen en uw aandacht te houden en daarmee zijn boterham te verdienen. Want dat willen journalisten toch ook graag. Die willen dat werk doen voor hun boterham. Mijn eigen hoogleraar in Groningen, Jeroen Smit, die heeft dit voorjaar 2014 een mooie definitie gegeven van wat hij vindt dat journalistiek is. En daarin onderscheidt zich dat wel degelijk van nieuws. Als u nieuws ziet als informatie geven, zodat iedereen dat tot zich kan nemen, dan kan inderdaad iedereen van u het.
Maar als je journalistiek omschrijft als het geven van betrouwbare informatie, waarmee een samenleving zich beter kan organiseren, en zo omschrijft hij het, betrouwbare informatie waarmee een samenleving zich beter kan organiseren, dan is dat een heel ander paar mouwen, zoals de Belgen dat zo mooi zeggen. Dat is een pretentieus vak met regels en met afspraken. Het is een vak dat wij onderwijzen, een vak dat je kunt leren. Een vak dat je dus niet zomaar al kunt. Het was overigens wel bruikbaar, hoor, die notie van iedereen is journalist, om het bed een beetje op te schudden. Wij hadden in de journalistiek toch heel lang, en zeker in de jaren 80, 90, het idee dat het wel goed met ons zat. De kranten schreven dubbele cijfers winst. Er werd goed gekeken naar de nieuwsprogramma's op televisie. Het zat wel snor met ons. Maar u weet het allemaal en u doet het waarschijnlijk zelf ook allemaal. De lezer loopt weg bij de krant. Dat komt niet door internet. Maar internet speelt daar natuurlijk wel een rol in. Het komt niet door internet, omdat het al zo was voordat internet er was. Al sinds de jaren 50 lopen de lezersaantallen van de kranten terug. Daar wordt onderzoek naar gedaan. De kijkcijfers van het nieuws op televisie, maar dan gaat het nog best wel aardig mee. Best stabiel, maar ook daar, met kijken on demand, komt verandering in. De adverteerders lopen weg. Diegenen die altijd voor ons betaalden, voor onze boterham, die lopen weg. En u als nieuwsconsument, u bent echt iets anders gaan doen. U bent veranderd in hoe u met het nieuws omgaat. Ik zal u een klein voorbeeldje laten zien. Want ik vraag me af wie van u zich dit fragment nog kan herinneren. Something is happening outside. Peter Arnett, join me here. Let's describe to our viewers what we're seeing. The skies over Baghdad have been illuminated. We're seeing bright flashes going off all over the sky. The skies over Baghdad have been illuminated. Voor ons, voor mijn generatie, was dit gesneden koek. Wie van u kent dit nog? Ja, ik zie wat handen, maar ik zie toch ook heel veel mensen die denken, waar gaat dit over? Golfoorlog 1, we spreken 1991. Daar ontstond voor ons in Nederland een nieuw fenomeen, het 24-uur nieuwskanaal. Dit was CNN. Die jongens die zaten in een hotelkamer in Bagdad, die keken naar buiten en die deden daar verslag van. 24 uur lang. Ik was net begonnen in de journalistiek, het was reuze spannend. 24 uur lang televisie maken. Afgelopen najaar beschreef Richard Sambrook, voormalig directeur van BBC News, in een groot artikel de dood van het 24-uur nieuwskanaal. Er wordt nauwelijks meer naar gekeken. CNN heeft moeite om rond te komen. We zijn er klaar mee, want we hebben internet. We kunnen altijd nieuws kijken. Daar hebben CNN of de BBC niet meer voor nodig. Richard Sambrook beschrijft, at heart, the problem is a closed linear technology failing to keep pace with the growing on-demand interactive expectation of the public. We kunnen het zelf. We kunnen het vinden op internet. Bye bye CNN. Het is jammer, maar het is niet meer. U bent met uw tijd iets anders gaan doen. Maar Sambrook beschrijft ook in datzelfde artikel, er is geen gebrek aan belangstelling voor nieuws. Sterker nog, het wordt door sommigen van ons, de optimisten, en daar hoor ik misschien wel bij, the golden age of journalism genoemd. Het is niet the golden age of the newspaper. En misschien ook niet the golden age of the news hour op televisie. Maar het is wel the golden age of journalism. Want wij zijn aan het leren om betere journalisten te worden door u in te zetten als publiek. Daar moeten we aan wennen, want dat vinden we lastig. We hebben dat namelijk altijd naar u toegezonden en u consumeerde wel. Maar er wordt tegenwoordig teruggepraat. En dat heeft consequenties voor alles wat wij doen als journalisten. Op ons businessmodel, op hoe wij ons nieuws maken, op de ethiek van hoe wij ons nieuws maken. Het heeft vooral heel veel te maken met hoe wij ons nieuws moeten gaan vinden. Wij kunnen niet meer uitgaan van dat wij alles wel weten en u het wel consumeert. Als u met mij meekijkt, ziet u bijvoorbeeld hoe een groot nieuwsbedrijf als de BBC leert hoe die om moet gaan met dat terugpratende en nieuwsleverende publiek. Pictures of what happened on Saturday are still being posted on websites. The BBC did not film this material, but you get a good idea of what was happening.
The first time it really dawned on me just how important social media is 2009 presidential elections. BBC team is in Tehran. We're in the office. A phone call comes through and says, there's a demonstration down in X or Y square. Immediately the journalistic instincts click in. All the older journalists, including myself, run to the computers to check Reuters or AP, their news wires. All the young Iranians head to the sofa and get on Facebook and Twitter to find out what was happening. And I looked around and I said, uh-oh, look what's happening in this room. Look at the two different kinds of news gathering. We staan dus wat dat betreft echt op een nieuw punt. De jonge journalisten doen automatisch wat wij als oudere journalisten misschien wat harder moeten leren. Ontdekken dat ons publiek ons helpt. U kunt ons helpen om betere journalisten te worden. En dat doet u ook. U praat terug. En het enige wat wij dus moeten doen als journalisten is zorgen dat wij u niet meer sec het nieuws geven. Want dat krijgt u wel van Twitter of van Facebook. Of u krijgt het op een andere manier tot u. Maar wij moeten meerwaarde geven. En dat is waarom ik onderzoeksjournalistiek zo belangrijk vind. Onderzoek geeft meerwaarde. Context geeft meerwaarde. Duiding geeft u meerwaarde. Zodat u betrouwbare informatie krijgt die u helpt u beter te organiseren. Er is een studie, een interessante studie gedaan in Amerika al een paar jaar geleden. Maar ik wil het u toch even laten zien. Er is een mooi boekje over gemaakt. We Interrupt This Newscast heet het boekje. Daarin staat een studie in Amerika gedaan in het begin van deze eeuw door een club die zichzelf de Committee for Concerned Journalists noemt. Ook wel The Project for Excellence in Journalism. Voor deze studie is deze groep journalisten gaan kijken, groep academici daarbij, wat mensen echt doen als ze nieuws consumeren. Wat doet een nieuwskijker, want deze studie is gebaseerd op een onderzoek naar televisienieuws, wat doet een kijker nou echt? Daarvoor hebben ze 33.000 nieuwsitems geanalyseerd. Van 2400 journaals, van 154 tv-stations in Amerika. Zoveel hebben ze daar. En de uitkomst is heel interessant. Die toont namelijk aan dat u als kijker kwaliteit van ons verwacht. U verwacht geen plat nieuws, u verwacht kwaliteit. U verwacht van ons meer dan alleen maar het zwaailicht en de politietape en daarachter een zwart gat en een verslaggever die zegt het is hier heel spannend. Want dat kunt u ook, dan kunt u zelf ook aan die kant gaan staan en zeggen het is hier heel spannend, u wilt meer van ons. Ik geef u een voorbeeld. In die studie staat een station beschreven dat de ene week met heel veel bombarie, toeters en bellen, met veel reclame voorafgaand aan de nieuwsuitzending, een serie aankondigt van 5 items, elke dag 1. Een beetje zoals deze colleges, elke dag 1. Met als pakkende titel Behind the Walls of the Stalls. Oftewel alles wat u kunt krijgen of tegenkomen in publieke toiletten in Amerika. Behind the Walls of the Stalls. En de week daarop, zonder al te veel reclame, zendt datzelfde kanaal ook weer 5 avonden achter elkaar een serie onderwerpen uit waarin wordt uitgelegd hoe je kunt omgaan met mensen die in uw omgeving te oud worden om nog auto te mogen rijden. In Amerika natuurlijk, waar iedereen om überhaupt ergens te komen wel auto moet rijden. Dus een heel reëel probleem. Wat doe je als je vader te oud wordt? Als je oma een gevaar op de weg wordt? Welke serie, denkt u, werd het beste bekeken? Ik wil de handen zien voor The Walls of the Stalls. Dat is nou toch dik de helft van de zaal wel, hè? Ja, de helft. En wie zegt de oudere automobilist, het gevaar op de weg? Ja, dat is toch wat minder. Weet u, het interessante is, die studie is dus echt gaan kijken aan de hand van ZEP-gegevens. Het was de tweede serie. De tweede serie. Mensen wilden zien, dit is een probleem dat kan mij overkomen. Ik moet misschien straks wel tegen mijn vader gaan zeggen dat hij geen auto meer mag rijden. Die serie werd het beste bekeken. En het interessante, zeker voor Amerikaanse televisiezenders, is dat daar dus publiek aan hangt. Als mensen blijven kijken, hangt daar publiek aan. En publiek is reclame en reclame is inkomsten. En zo is het cirkeltje weer rond en hebben we een businessmodel. Het interessante is om te zien dat het publiek van ons dus kwaliteit en informatie extra duiding verwacht. Geen angstaanjagerij, echt informatie. Want ze zeppen dan niet weg. Wij zullen dus
als journalistiek meerwaarde moeten geven aan u. Anders dan gaat u iets anders doen. Duiding, context, analyse, onderzoek. Als je ervan uit mocht gaan dat vroeger wellicht in de tijd van de Haagse Merkuur het 100% nieuws was waar mensen naar vroegen, kun je op dit moment minstens zeggen dat 50% nieuws is en 50% duiding. Wij kunnen niet meer zonder u en we zullen ons werk goed moeten doen. Ik zal u in het tweede college laten zien waar het soms ook echt nog wel heel erg fout kan gaan. Maar als wij naar u leren luisteren, dan wordt het van hier af aan alleen maar beter.